Wat is de relatie tussen welvaart en welzijn volgens jou? Nou, welvaart, zoals economen dat hanteren, is veel smaller dan welzijn of well-being, zoals dat in sociale wetenschappen gebruikt wordt. Het meet kortom alles, behalve dat wat het leven de moeite waard maakt. Mijn opa en oma konden dit niet bijbenen, maar zij werden niet achtergelaten. Niet door de buren in Waspik, maar ook niet door een overheid die ze een nieuw bestaan in Weringmeer bood. Net is al genoemd dat in de huidige samenleving ook niet iedereen deze ontwikkeling, met name de digitalisering, kan bijbenen. Wat is de nieuwe balans tussen markt, overheid en andere organisatievormen? Dat is ook de kernvraag voor brede welvaart. Brede welvaart vraagt om samen leren wat werkt. Dat kost tijd, maar het is wel waarom breder beter is.